Dimitri, twee remises, maar niet tegen de slechtste. Nee, tegen twee van de sterkste van de groep. Ik had wel twee keer wit, maar het is even goed oké resultaat. Ja, solide start. Hoe staat het met de vorm? In zoverre, ik had de indruk dat je zeg maar een paar maanden geleden met een lichte vormcrisis kampte. Nou, dat valt wel mee. Ik had een slecht toernooi in Indonesië. Maar ja, dat is altijd lastig daar spelen met jetlag en zo. En bij de competities ging het wel goed. Dus. Oké. Hoe heb je op dit toernooi voorbereid? Ja, ik heb wat openingen bekeken. En, ik heb het boek van Avec doorgewerkt, maar dat heeft niet geholpen. Wat bedoel je daarmee? Omdat ik vandaag een typische invisible move gemist heb. Mijn tegenstander ook, tenminste die zag het te laat. Ik heb het hele boek doorgewerkt en nu weet ik wat het zijn. Maar nu weet ik waarom ik het gemist heb, maar op het moment zelf zag ik het niet. Oké. Tot slot, wat zijn je ambities voor dit toernooi? Waar moet ik aan denken? 50%? Meer? Ja, ik hoop op een plus score. Oké, dankjewel. Graag gedaan.